Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ben hier samen met Guido. En we gaan het in deze live show hebben over 6 psychologische neuromarketing technieken die je vandaag nog kan inzetten om jouw conversies te verhogen. Of kan gebruiken als idee om te gaan kijken of je je conversies kan verhogen. Ja, tenzij je dit natuurlijk om 5:00 of 12:00 s'avonds luistert, dan wordt het lastig om dat nog vandaag te doen. Dan wordt het inderdaad lastig. Dat is waar, dat is waar. Dus we hebben 6 verschillende technieken staan en daarvan gaan we uitleggen van wat het is, waarom dit zo'n belangrijke techniek zou kunnen zijn voor jou, praktische voorbeelden van die techniek in werking en tips hoe je dit zelf kan implementeren of waar je het kan implementeren. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Dit is zo'n ding waarvan je eigenlijk niet wil dat het waar is, maar het is wel zo. Namelijk de illusion of truth, ook wel het validity effect, truth effect of reiteration effect. Het heeft verschillende namen. Maar dat is een denkfout die eigenlijk zegt dat als mensen maar een bepaald iets... dat als bepaalde informatie herhaald wordt, of als ze het vaker tegenkomen, dat ze de neiging hebben om het of als waarheid te zien, of als meer waar te zien. Dus door simpelweg een boodschap te herhalen, zijn mensen geneigd om het meer te geloven, of sneller te geloven. En dat is natuurlijk eigenlijk bizar, dat zo is. En het meest praktische voorbeeld daarvan is gewoon propaganda. Dat is helemaal gebaseerd op dat effect. Als we maar iets genoeg erin hameren, dan gaan mensen het geloven. Natuurlijk is hierbij wel even de kanttekening dat, kijk, hoe bizarder je claims worden, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Het is niet zo ingewikkeld om mensen te laten geloven dat ik Paul heet, in plaats van Bart. Dat hoef ik waarschijnlijk maar 2 keer te zeggen. Dan zeggen ze, oh, dat is Paul, helemaal goed. Ja. Ten opzichte van als ik je ga vertellen dat ik stiekem Superman ben, dan zal ik het toch een paar keer extra moeten herhalen, denk ik. Ja, heb je iets beter bewijs nodig, Bart? Ja, precies. Maar een heel simpel voorbeeld waarbij dit veel gebruikt wordt is de taglines of de bedrijfsslogans. En zeker van de grote merken, die zijn hier heel goed in. Dus bedrijven als Coca-Cola of Coolblue, alles voor een glimlach. Ja, weet je, dat blijven ze gewoon in alle uitingen, blijven ze dat herhalen in de hoop, of eigenlijk wetende, dat ja, bewust of onbewust je dat gaat geloven. Dat ze dus alles doen voor een glimlach. Ongeacht of daar nou echt bewijs voor is, of dat het nou echt waar is. En dat is ook andersom de manier waarop bijvoorbeeld hele hardnekkige mythes kunnen ontstaan. Dat als je die gewoon maar genoeg blijft tegenkomen, dat je dan toch op zijn minst gaat twijfelen van ja, zal er niet wat in zitten? Want iedereen zegt het of iedereen doet het of ik hoor het steeds. En ja, ik vind dat fascinerend dat zo is. Ja, kracht van herhaling, hè? De kracht van herhaling. En iedereen in marketing die zal dat wel eens gehoord hebben. Dit is ook een deel soort effect van vanaf social proof natuurlijk. Hè? Als je iets heel vaak voorbij ziet komen, en zeker als het vanaf verschillende bronnen is. Er zijn dus blijkbaar heel veel mensen die iets geloven. En zeker als je een soort, hoe heet het ook alweer, dat je in je eigen schil zit in Google, in je eigen kokonnetje. In je eigen bubbel, dat was hem. In je eigen bubbel zit. En daarin worden steeds dingen herhaald. En er komt weinig vanuit extern in die bubbel terecht. Dat mensen dat gaan geloven. Omdat het in die bubbel heel erg herhaald wordt. Van verschillende partijen. En zeker als dat wereldwijd gebeurt. Nou ja, makkelijk voorbeeld is denk ik dat Flat Earth beweging. Als je in die bubbel zit. En kijk, als één persoon dat zegt, wordt hij door iedereen uitgelachen. Als er 2 zijn, dan ook nog. Maar doordat we met z'n allen verbonden zijn, zijn er misschien een paar 100 mensen wereldwijd die dat geloven. Die komen samen in een eigen bubbel en gaan dat soort dingen herhalen. Ja, dan wordt het ineens heel erg krachtig. En daar is ons brein niet op voorbereid. Om met dat soort dingen om te gaan. Want voorheen, toen ons brein ontwikkeld werd, dat hadden we net ook al met dat
Met social proof en met bizarness effect. Als iets een keertje gebeurt, dan ga je relaties leggen. Ja. Zo snel mogelijk. Dat wil ons brein. Ons brein is gewend om dat soort relaties te leggen met heel weinig data. En als er dan ineens een stortvloed van data blijkt te zijn, die door bijvoorbeeld internet wordt mogelijk gemaakt, ja, dan zal het wel waar zijn, toch? Ja, precies. Dat is het een beetje van, ja, ik zie het zo vaak. Nou, dan of van, dan zal het wel waar zijn, of dan zal er toch wel wat in zitten. Hè? Van, ja. Waar rook is vuur, zoiets. Precies. Maar nogmaals, zonder dat er dus enige vorm van bewijs voor hoeft te zijn. Hè? Het enige wat je gewoon herhaalt, is dat ene statement of dat ene wat je duidelijk wil maken. Ja, en qua toepassen, dat is ook weer een beetje op het randje. Als je denkt van, oké, ja, ik ga mensen dus dingen wijsmaken die niet zo zijn. Zo zou ik het zeker niet toepassen, zeker als mensen erachter komen. Dat is gewoon niet fijn voor je brand. Nee. Maar wat het wel laat zien, is dat dingen herhalen, dat werkt dus wel goed. Dus herhaal vooral wat de positieve, bijwerking. Ja, ja. Maar wat zijn de positieve effecten die mensen ervaren door jouw product of door jouw dienst? Wat doet dat? Het is niet erg om dat soort dingen te blijven herhalen. Zeker als het wel waar is. Dat is gewoon nodig. Iets één keertje zeggen, dat werkt gewoon niet. Mensen onthouden dat slecht, tenzij het een heel bizar ding is. Ja, precies. Dat scheelt weer. Dan scheelt het weer. Maar als het gewoon een feitje is waar mensen heel veel aan hebben, of wel heel veel van je bestaande klanten veel van hebben, probeer dat wel, herhaal dat gewoon. Dat is niet erg en vaak wel gewoon nodig om dat te doen. Ja, en probeer ook. Kijk, dit is ook niet dat je als merk of als product 20 verschillende dingen blijft herhalen. Weet je, dat komt niet goed aan. Dus probeer als merk of als product of als dienst zijnde gewoon één ding te pakken wat je eigenlijk bij mensen gewoon in de hersens wil hebben. En probeer dat gewoon steeds te uiten. Zodat ze, als ze aan jou denken, eigenlijk ook meteen aan dat voordeel of aan je slogan of aan dat ene denken. En het enige wat je hoeft te doen, is iemand in feite door de tijd heen gewoon vaak die boodschap te laten zien of te laten horen of te laten voelen. Zodat het niet alleen onthouden wordt, maar ook geloofd wordt. En daarmee zou je ook kunnen zeggen dat het voor dit effect belangrijker is dat je bij één iemand over langere tijd in beeld blijft, ten opzichte van dat je bij heel veel mensen één keer of twee keer in beeld komt. Want dat is niet genoeg qua herhaling doorgaans. Ja. Dus dit is typisch een conversie-effect wat je niet nu helpt om morgen meer te verkopen, maar wat je gewoon in de loop van maanden, jaren kan helpen dat mensen sneller geneigd zijn om bij jou een bepaald iets te kopen of sneller met jouw bedrijf in zee te gaan. En zeker als je dus business-to-business actief bent, waar beslissingsprocedures of processen of aankoopcyclussen toch vaak langer zijn, kan dit je heel erg helpen om net even dat voordeel te behalen.